Levend water is een bijbelmethode voor het basisonderwijs die op veel christelijke scholen wordt gebruikt. Bij levend water staat het bijbelverhaal centraal. De methode blijft dus dicht bij de bron. De verhalen worden ondersteund door een digibord met illustraties van Michel de Boer en ander ondersteunend materiaal, zoals vragen en stellingen voor in de klas. Dingen wat ze normaal bij levend water moeten doen, we doen wel eens bijvoorbeeld raadsels en dat vind ik heel leuk om te maken en die plaatjes vind ik er ook heel leuk bij. Er zit altijd een plaatje bij over het verhaal en daar kijk ik dan ondertussen naar en dan begrijp ik het ook beter. Dus ik vind de dingen die we moeten doen, die vind ik dan wel het leukste. Over welke man gaat het? Deze man, wie is deze man? Verder bevat het digibord ook foto's en filmpjes. Ik vind rebus wel leuk en raadsels. De voordelen van de methode Levend Water, dat is dat je heel goed gebruik kan maken van de digibord. Er zijn mooie illustraties. De vragen staan erop, het memootje staat erop, de uitleg van het werkboek staat erop. De handleiding kun je heel makkelijker op terugvinden. Naast het klassikale gedeelte kunnen leerlingen actief aan de slag met een werkblad of werkboek. De opdrachten zijn verdiepend en uitdagend, zodat de leerlingen leren nadenken over wat het verhaal voor hen betekent. De kinderen zijn heel enthousiast over de methode. Ze zijn geboeid als de mooie platen tevoorschijn komen tijdens het Bijbelverhaal. En daarnaast zijn ze heel gemotiveerd om aan de slag te gaan in een werkboek. Want de ene keer is het een rebus, de andere keer is het een kleurplaat, de andere keer mogen ze zelf wat opschrijven. Wil je meer weten over levend water? Kijk dan op www.bijbelonderwijs.nl of neem contact met ons op.